Waarom zeg ik ook altijd op alles ja? Doe een onnozel pakken aan Amelie. Maak de filmpje Amelie. Doe het voor de stad Amelie. Dendermonde, ons cultuurhistorische stad. Ik zal het wel op mijn manier doen. Ik zal beginnen met het belangrijkste. Uitslapen in een goede B&B waar het zonnetje binnen schijnt en de vogeltjes fluiten. Het duurt wel even bij mij eer dat ik goed wakker ben. Echt wel even. Maar een goede koffie doen we toch altijd. Ah, Dendermonde. Totaal niet gekend voor haar wijngaarden, maar we hebben ze wel. En al dat andere groen. Echt, de natuur is hier zo schoon, daar kan ik mij nu eens in laten meeslepen, ze. Serieus, wij hebben hier alles. Maar echt, alles, hè. Het een al was schoner dan het ander, maar bon, wel interessant. In Dendermonde reist je door de tijd. En hoe doet ze toch? Ze blijft zelfs mij nog verrassen. Wie Dendermonde zegt, zegt Rosbeiaard. Onspeert. We zien het graag, maar we eten het nog liever. Onze paardenworsten zijn dan ook onze culinaire trots. En voor een goed bierke te drinken, moet je op de Grote Markt zijn. Ik kan hier echt genieten van een terrasje. Zelfs al komen ze om de 5 botten om een handtekening vragen. Maar ja, dat hoort bij de faam natuurlijk. Dendermonde. Stad van het erfgoed. Stad van het Scheldeland. Maar vooral stad van Amelie Albrecht. En, allee ja, van Trosbeiaard ook natuurlijk. Maar zwart, kom gewoon een keer af, ja. Hallo.